NEC is weer begonnen aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Woensdag werd er weer voor het eerst getraind op de Eendracht. Na een vakantie van, ja, hoe lang ook alweer? Volgens mij een week of vier. En uiteindelijk de laatste week begon het ook alweer te kriebelen. Dus ja, lang genoeg wat mij betreft. Is het ook anders nu als je zo'n training begint als eredivisieclub? Ga je daar anders in? Nou, ja, niet zozeer in voorbereiding dat soort dingen. Maar ik vind wel dat we ons moeten realiseren dat we in Eredivisie spelen. En daar past ook, een ander soort gedrag bij. We moeten meer van onszelf eisen. We moeten meer van elkaar eisen. Want we moeten op een hoger niveau spelen. En ja, dat moet vanaf dag één wel gebeuren. Ja, Bart, hoe is dat om weer op het veld terug te zijn op trainingsveld? Ja, de zomerstap heeft lang geduurd voor mij. En ik ben blij dat we weer terug zijn. Hey, hoe kijk je nou? Je zegt er wordt wat anders van ons verwacht in de eredivisie. Wat denk je? Wat wordt er dan anders van je verwacht? Ja, niet verwacht. Gewoon gevaar. Als je kijkt naar het tempo in de eredivisie en vergeleken met de keukenkampioendivisie, denk ik dat het tempo in de eredivisie een stuk hoger ligt. Voetballend beter. Dus ja, als ik nog steeds wil overlappen op de manier zoals ik afgelopen seizoen heb gedaan, dan moet ik gewoon fit en sterker zijn. En daar zijn we hard mee bezig. Ik kan me voorstellen dat we nog niet helemaal klaar zijn. Waar zoek jij nog naar? Onze Deense vriend Mikkel Deurlund is een aanvallende middenvelder of buitenspeler. Ja, kijk, ik heb ook al een aantal weken geleden gezegd, wij zijn zevende geëindigd in de eerste divisie. Daar zijn redenen voor. Maar uiteindelijk denk ik, als je dan in de Eredivisie komt, dan moet je over de algehele linie kwaliteit toevoegen. Nou, dat zijn we nu aan het doen. Dat zullen we in elke linie doen en dat zal ook nog gebeuren. Ja, en dan sta je zo beneden zomaar op het veld met Lasse Schöne. Hoe is dat dan? Ja, we hebben net zien voetballen en de kwaliteiten zijn enorm natuurlijk. Dus dat is wel iets moois. Volgens mij zag ik in de media een foto van jou voorbij komen als fan van Lasse toen hij nog hier speelde. Ja, die foto is snel rondgaan. Ik heb hem 3 jaar geleden zelf een keer erop gezet. Toen ik voor het eerst zelf als speler op de open dag stond. Normaal kwam ik altijd als fan hier. En nu sta ik als speler en dan met Lasse te spelen is een enorme eer. Bart zei, ik heb in mijn vakantie de promotiewedstrijd toch een aantal keer teruggekeken. Heb je dat ook gedaan? Zeker. Ik zei het, de nummer 7 promoveert, hè? Klopt, jij hebt uitstekend je werk gedaan. En we zullen zien of jij straks nog zo'n mooie voorspelling kan maken.